Opnieuw kan Arnhem een overval toevoegen aan de groeiende lijst in het begin van 2012. Twee mannen hebben vrijdagavond vergeefs een reptielenshop aan het Croydonplein in Arnhem-Zuid overvallen. De daders gingen er zonder buit vandoor omdat de winkelier kans zag om hen te verjagen. De overval vond plaats rond 7 uur. Nou, ze komen binnen. Twee van die... Het waren echt spijkers. En ze komen binnengerend. Ze zeggen overval. En ik heb zoiets van, ja, dat dacht ik niet. En toen schoten ze. Ze schoten ook? Ja, en toen ontplofte ik. Dus er is geschoten ook in de winkel? Ja. En wat heb je toen gedaan? Wat voor reactie had je? Nou, ik stond achter de balie en ik dook naar beneden. En ik keek zo naar beneden. Ik denk, hé, jullie zijn ook dom. Jullie kunnen niet eens haak schieten. Ik denk, nou, dan ben ik de volgende die... Nou ben ik aan de beurt, dus ik ben gaan gooien met spullen. Oh, je bent gaan schreeuwen en gaan gooien met spullen, letterlijk? Ja. Ik ben nou eruit. En wat gebeurde toen? Ze renden weg? Ja, toen renden ze weg. De overvallers gingen er na hun mislukte poging vandoor richting winkelcentrum Kronenburg. Volgens de politie droegen de mannen allebei bivakmutsen en droegen ze een donkerkleurig jek. En ze waren, ik denk, hetzelfde als mij. Niet eens groter. 1,75 meter ongeveer? Ja, 1,70 meter, 1,75 meter. Gewoon normaal slank postuur. Het is de vijfde overval in Arnhem in korte tijd. Op woensdag 11 januari werd een seksshop aan de Steenstraat overvallen. Op maandag 16 januari de Lidl aan het Elderveldplein. Woensdag 18 januari werd de Halfords in winkelcentrum Kronenburg overvallen. Donderdag de 19 een cafetaria onder de Linden. En een dag later dus deze reptielenshop. Deze ondernemer koos ervoor voor eigen rechter te spelen en de overvallers te verjagen. Hoe gaat het nu met je? Ik bedoel, je bent geschrokken, neem ik aan. Maar gaat verder alles goed? De winkel is gewoon weer open? Ja hoor, ja, die was de volgende dag alweer open. Ik laat mijn eigen niet uit het lood slaan door een paar van die kneuzen die niet willen werken. Zo doe ik niet toch op.